Dit is de breakfast van de fucking dag. 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 Fucking man. Hey. Fucking awesome. Ik heb Heelys gekregen en echt. Ik wil geen reclame maken. Er is ook geen betaalde campagne of zo. Deze schoenen, holy shit. Echt, die dingen zijn mijn jeugd. Ik ben hier echt al even gewoon aan het heelien. En vroeger deed ik dit gewoon elke dag. Vroeger waren dit gewoon de schoenen die je aandeed om naar school te gaan. Maar ik denk dat ik die schoenen morgen gewoon ook ga aandoen naar school. En gewoon ga kijken of ik een beetje leuke dingen kan doen. Dus fucking Heelys. Zien er misschien een beetje raar uit, maar ja, het zijn wel beast schoenen. Dus dames en heren, ik hoop dat jullie het een vette video gaan vinden. Doe zeker een duimpje omhoog als je het nice vindt. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's go. Yo YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Omdat het zoveel is aangevraagd, maar dan echt fucking veel. Gaan we vandaag een mijn... Oh. You can't be kidding me. Ik word nooit gebeld, alleen als ik ga recorden. You can't be kidding me. Hallo oma? Ah, dag lieveke. Hoe is? Ik kom niet leren in de paasvakantie. Waarom niet? Waarom wel? Een paasdag. Nee, ik ga niet leren in de paasvakantie. We gaan er nog geen hoeven. Zeker niet. Ah, dag lieveke. Dada. Oké. Vandaag is het tijd voor mijn rapport deel 2. Als je het eerste deel nog niet hebt gezien, klik dan zeker nu even op het scherm. Of klik even op de annotatie die in beeld gebracht wordt. Zo, dat dingetje daar. Ja, oké, jullie begrijpen wat ik bedoel. Dames en heren, als jullie mijn eerste rapport goed vonden, wat eigenlijk ook niet het geval was, dan gaan jullie deze zeker rotslecht vinden. Dit rapport is het slechtste rapport dat ik ooit heb gehad. Het bijschrift van de leerkrachten op het rapport is dan ook: met deze studiehouding en deze resultaten komen je slaagkansen in gedrang. Wat dus betekent dat ik echt mijn best ga moeten doen of ik blijf zitten. Hola die! Let's jump right into it. Voor de mensen die het willen weten, de belangrijkste vakken voor mij zijn economie en wetenschappen. Dus scheikunde, fysica en biologie. Let's go. Aardrijkskunde 42. Engels 81. Frans 60. Je m'en fout. Geschiedenis 54. Sport 80. Ik ben gewoon die sportieve guy. Je weet hoe rollen. Nederlands 70. Oké? En als je nu denkt, hey, die punten zijn helemaal niet zo slecht. Klopt. Ik heb eerst de goede punten gezegd. Wiskunde 42. Micro-macro-economie. Dat is zo'n hele speciale vorm van economie. 21. Ja, je hebt het goed gehoord. 21. Bedrijfsbeleid, 65. En dan nog een andere soort economie. Bedrijfsbeheer, 82. Dan gaan we nu aan de wetenschappen beginnen. Scheikunde, 84. Let's go. Biologie, 48. Fysica, 49. En dat maakt een totaal van 56,6%. En jullie hebben gelijk, die punten zijn fucking slecht. Maar onthoud, ik maak video's voor jullie, dus die punten kunnen de boom in. Als er iemand zich vrijwillig wil aanbieden om mijn studiehulp te komen bieden, vul even je eigen sollicitatiebrief in hier in de comments. En misschien lees ik die dan en maak ik daar een video over. Dat was een stille. Dus dames en heren, mijn rapport slaat nergens op, mijn punten slaan nergens op, maar ik heb nog slaagkansen. De kans om te slagen zit er nog altijd in. Dus het is nog niet verloren. Als ik mijn best doe bij de eindejaarsexamens, dus als ik in de zomer gewoon goed mijn best doe en goed ga leren, wat waarschijnlijk toch niet gaat gebeuren, dan zit de kans er altijd nog dik in dat ik er toch door ben voor mijn examens en toch er door ben dit jaar en ik toch naar het laatste zesde middelbaar mag. Voor de mensen die na 10.000 keer nog altijd niet weten welke richting ik doe, voor de Belgen, ik doe vijfde middelbaar. Economie, wetenschappen. Ik heb 5 uur wiskunde. Voor de Nederlanders, de Laaglandse vrienden. Ik doe 5 VWO met een uitbreidingspakket economie en wetenschappen. Let's go. En als je denkt dat ik aan het liegen ben, dat dat veel te hoog is voor mij. Daar zie je het staan. 5 economie, wetenschappen. Mijn rapport was slecht. Het was een beetje bagger. Het was een beetje kutzooi. Maar als jullie een duimpje mocht smashen op deze video, gaan mijn punten zeker beter zijn. Dus like alsjeblieft. Ik heb goede punten nodig. Als er mensen zijn die vrijwillig willen leren voor toetsen en ze dan maken in mijn plaats, zet dat ook in je sollicitatiebrief hier in de comments. En zet er dan ook even bij waar je al gewerkt hebt en zo. En ja, het is vandaag vrijdag. Vrijdag is gewoon een kutdag. Dames en heren, ik hoop van jullie. Ik hoop dat jullie het een vette video vonden. Het was fucking veel aangevraagd. Dus smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Laat in de comments weten waarom jij mijn personal assistant moet worden bij studeren. Ik ben Acid en ik zal zeggen adios, bitches.